Protesterende rechtergroep cliënten waren er woensdagavond bij de politieke avond duidelijk over. Zij willen niet in 6 maanden tijd 2 keer verhuizen. Van hun huidige verblijfslocatie naar de Doekenborg als interimlocatie en dan pas naar een definitieve woonplek. Om over de voorzieningen in de Doekenborg dan maar te zwijgen. Ze vinden dat de gemeente te weinig oog heeft voor het feit dat ze met kwetsbare mensen te doen heeft. De gemeente vindt op haar beurt dat het niet alleen rekening moet houden met de cliënten, maar ook met de belastingbetaler. Burgemeester Bruls vindt dat fraude niet door de vingers mag worden gezien. In de gemeenteraadsvergadering is later op de avond een motie unaniem aangenomen die bevestigt dat het college zich hard gaat maken voor een betere overgang voor de cliënten. Stichting Das en Boom heeft vorige week op het terrein van de Veldschuur 2 dassen gevangen en naar een nieuwe kunstburcht bij de Bosweg verplaatst. Dat was een voorwaarde voor de bouw van een nieuw sportcentrum op deze locatie. De oude burchten worden vernietigd, daarna kan er een tijdelijke parkeerplaats worden aangelegd. In maart 2018 begint de bouw van het nieuwe sportcentrum op de locatie van de huidige parkeerplaats. De bouw zou in 14 maanden afgerond moeten zijn. Vanochtend zijn de kermisexploitanten begonnen met het opbouwen van de meer dan 40 attracties op de Wiegense kermis. De jaarlijkse attracties, zoals de Breakdance, Booster en de Happy Sparta zijn er natuurlijk. Maar ook de topattractie Around the World mag gewezen. Net zoals vorig jaar start de kermis in Wiegen op vrijdag. Zaterdag begint de dag met een prikkelarm 1,5 uur. Dan klinkt er minder geluid en zijn er minder lichteffecten. De kermis duurt 5 dagen en eindigt dinsdagavond. Dan wordt het afgesloten met het traditionele vuurwerk.